Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe serie namelijk van Discord Bot V14 en ga ik jullie vandaag een keertje gaan uitleggen hoe dat je dus een volledige Discord bot kunt gaan maken voor versie 14. Want ja, vrij veel van jullie hebben het al aangevraagd, dus daarom dacht ik, waarom zou ik het niet een keertje doen om versie V14 een keertje uit te leggen van namelijk Discord JS van Discord. Dus dat gaan we een keertje gaan doen. Nu voordat we gaan beginnen met hoe dat je een bot kunt maken, moet je als eerste alle programma's hebben om natuurlijk je bot te kunnen gaan maken. Als eerste heb je dus Discord nodig, dus heb je nog geen Discord, is het best wel handig om ja, Discord te hebben. Vervolgens hebben we ook nog het volgende nodig, namelijk Node.js. En Node.js is eigenlijk een JavaScript-platform waarmee je applicaties kunt gaan schrijven in JavaScript. Dus wat je heel eenvoudig moet doen, is bij de linken die hieronder staan in de beschrijving naartoe gaan, in dit geval Node.js, en dan kan je de, de, de laatste downloaden van 16.16.0. In mijn geval van deze, op de datum dat ik deze video opneem. Nu, het beste is dat je eigenlijk boven de, een bepaalde versie zit, maar je hebt je speaker boven 16.9. Heb je nodig voor V14 te kunnen gebruiken van Discord.js. Natuurlijk hebben we straks ook nog Discord.js zelf nodig, want anders kunnen we niks van Discord gaan schrijven. Dus die gaan we straks mee gaan installeren, staat ook hieronder in de beschrijving. En eventueel Visual Studio Code om je code in te kunnen gaan programmeren, die kun je heel eenvoudig als je hier downloadt voor Windows of voor Mac of voor Linux, die kun je hier afhalen. Gewoon het het installatieprogramma volgen en dan heb je dat klaar. Net dezelfde als met Node.js, ook gewoon volgen en dan heb je dat ook klaar. Als je een keertje klaar bent met dit allemaal af te halen en je hebt Node.js ook mooi geïnstalleerd, als je erop klikt gewoon telkens op next, next, next klikken, dan kunnen we eventjes naar het startmenu gaan en opdrachtenprompt, oftewel heel eenvoudig CMD typen en dan krijg je een opdrachtenprompt. Als je dit promptje gaat openen, dan zou je daar normaal gezien NPM in kunnen typen en als je op Enter gaat klikken, dan ga je allemaal gegevens moeten te zien krijgen van eigenlijk dit allemaal en dan weet je dat dit juist is geïnstalleerd. Krijg je dit niet, dan is er ook een oplossing. Om ervoor te kunnen zorgen dat je die NPM kunt gebruiken, moet je eventjes naar jouw deze PC gaan. Daar klik je recht op eigenschappen en dan ga je dit schermpje hierachter te zien krijgen. En daar klik je op Geavanceerde Systeeminstellingen. En daar ga je in het tabletje Geavanceerd naar Omgevingsvariabelen. En bij Omgevingsvariabelen ga je naar Path. En als je daarop dubbel klikt, dan gaan we te zien krijgen: Omgevingsvariabelen bewerken. En in mijn geval staat hier al NPM bij. Waar kun je dit mapje vinden? Heel eenvoudig als je bij je startmenu oftewel Windows R typt, dan, oftewel uitvoeren in die bij het zoekmenu, dan kun je naar procent appdata procent gaan. Klik je op oké, okay, dan gaat die mapje gaan openen waar ook jouw Minecraft staat, maar hier ga je ook te terugvinden dat normaal gezien ook ergens npm staat. Hier staat die npm, die moeten we namelijk hebben. Je gaat hierboven klikken, dat kunnen we heel eenvoudig kopiëren, en dat plak je dan vervolgens hier door met behulp van nieuw te klikken en dat hier neer te plakken. Maar bij mij staat dat al, dus ik ga dat een keertje weghalen. En als je dat hebt dan klik je op oké, okay, oké, okay, oké, okay, en dan kun je dit scherm sluiten. En als je dan je schermpje opnieuw een keertje opent en je typt dan NPM. Dan zou dit normaal gezien volledig in orde moeten zijn. En dan weet je dat dat volledig goed geïnstalleerd is. Als dat allemaal klaar is, dan kunnen we direct gaan beginnen met onze bot op te stellen, zodat we eigenlijk onze bot kunnen gaan opzetten en ook in een keertje al kunnen gaan starten. Hoe doen we dat? Heel eenvoudig, je gaat ergens een mapje aanmaken waar dat jij wilt. Dat kies je zelf. In mijn geval staat het gewoon bij mijn opslagruimte. En ik noem het Discord bot v14 YouTube. Het is een lange titel. Let op dat je geen spaties hier tussenin zet. Het beste is dat je underscores of zonder underscores gebruikt, maar dat je dus die, dit namelijk als naam hebt. Dat, de naam kun je trouwens zelf kiezen. Dus ja, kies maar zelf wat je wilt. Je gaat hierboven gaan instaan en je typt CMD. Als je CMD gaat typen, ga je terug opnieuw dat zwart schermpje krijgen. En dit is onze opdrachtenpomp die in de juiste map is geopend. Want hier willen wij onze bot gaan maken. En hoe doen we dat? Heel eenvoudig, we typen NPM. In het, we klikken op enter. Vervolgens gaat je zeggen van de package name. Dat is voor mij goed. Ik klik op enter. Versie 1 is ook goed: een beschrijving. Hier kun je bijvoorbeeld zetten bot voor YouTube. Serie, dat is heel juist, Jens. <laughs> maar dan zet je namelijk zelf wat je wilt. Klik terug op enter. Dit is index.js, dat is goed. Testcommando heb ik niet nodig. Git repository ook niet. Een keyword, um, ja, wat kun je erbij zetten? Bot, comma, YouTube, comma, testje. Je kunt er zelf in zetten wat je wilt. Auteur ben ik, Jens M. Ik klik op enter. Licentie is de ISC. Ja, is dit oké? Okay? Dat is helemaal oké. Okay. En huppa, hij is opgeslagen. En als we gaan kijken in het mapje, dan zien we package.json. Maar nu hebben we nog niks van Discord binnengehaald. We hebben nog niks van de Discord-pakketten binnengehaald, zodat we een Discord-bot kunnen maken. Als je naar Discord.js gaat, zie je hier: npm install Discord.js. Hier klik je op, dan heb je dat gekopieerd. Je gaat terug naar dit schermpje. Je plakt dat met Ctrl V, of normaal rechtermuisknop kun je ook gebruiken. En dan zien we dus. NPM install disco.js, je klikt op Enter en dit gaat Discord volledig gaan afhalen, zodat we de hele bibliotheek van Discord hebben. Hup, dat is klaar. We gaan terug naar ons mapje kijken. Inderdaad, NodeModules package.json en de package lock staan erin. Mooi, Discord is binnengehaald. Het zou kunnen dat je mijn oude tutorials allemaal hebt gevolgd van alle oude versies. En dan kan het zijn dat je dit pakketje hebt mee extra geïnstalleerd: namelijk de addDiscord.js builders. Nu, die kunnen voor problemen zorgen. Dus als je die toch ergens ooit op hebt geïnstalleerd, kun je best deze ergens eventjes uitvoeren. Het beste is niet in de map waar je je bot hebt gezet, want daar staat hij namelijk niet bij in. Maar dat is namelijk eigenlijk de. Code dat je niet echt meer nodig hebt in deze allernieuwste versies. Dus die kun je best eventjes uninstalleren, zodat je die namelijk niet meer hebt. En dan kan dat scherpje dicht. Discord hebben we al gedaan, dat hebben we ook gedaan. En nu hebben wij dit programma nodig. Dus heb je het nog niet afgehaald? Haal dat een keertje af. Want vanaf nu kunnen we eigenlijk onze code een keertje gaan beginnen schrijven. Als eerste moeten we in onze programmeeromgeving een nieuw mapje aanmaken, of deze binnenhalen. Dus ik ga hierboven gaan klikken en ik klik hier. Normaal gezien kan ik je Add folder to workspace, dan kan ik de juiste vinden, dat is namelijk deze. En ik klik op Add, en hier zie je, hier staat de bot. Je ziet het trouwens, hier staan alle oude Van alle oude series zijn er ook nog allemaal in. Maar wij gaan met V14 gaan werken. Dan gaan we al direct gaan beginnen met twee nieuwe bestandjes aan te maken. Rechter muisknop, nieuw file index.js En vervolgens doen we ook nog, nog een nieuwe file. En deze noem ik botconfig.json Eventueel kan je hoofdletter b, maar dat hoeft niet. En in onze botconfig.json Trouwens, de index, dat is dus gaat ons bestandje zijn waar we de bot gaan opstarten. Maar in onze botconfig moeten we gaan meegeven Ja... Oké, okay, we starten een bot op, maar welke bot? Dat moeten we hier gaan meegeven. Je gaat van die gekrulde haakjes gaan gebruiken, namelijk van deze, ja, deze haakjes, ik <laughs> ben de namen van kwijt. En we moeten een token gaan meegeven, die ervoor gaat zorgen dat Discord weet dat dit naar de juiste bot moet verwezen worden. Dus ik ga hier de dubbele quotes gebruiken: token, dubbel punt. En hier ga, ga ik nog eventjes een lege. String inzetten, zodat we hier zo dadelijk onze token kunnen inplaatsen. Nu om deze token te kunnen maken, moeten we eerst een nieuwe applicatie maken. Daarvoor ga je naar de link hieronder in de beschrijving. Discord.com developer applications. Als je nog niet bent aangemeld op je account, meld dan eventjes aan. En in mijn geval zie je gigantisch veel bots hier staan. Je klikt op nieuw application. Ik ga deze eventjes bots... V14 underscore YouTube noemen, zodat ik dat voor later weet en ik klik op create. Als je dat hebt aangemaakt, dan is je bot al gemaakt, maar het is eigenlijk ook nog niet echt een bot. Het is een applicatie die je moet omvormen naar een bot. Dus hier op het bot gaan we gaan staan, add bot, yes, do it. En huppa, je bot is gemaakt en hier staat een verborgen token. Deze token, die moeten we hebben. Dus ik ga eventjes de token reset aanvragen. Daarvoor moet ik eventjes mijn two-factor-code bovenhalen. En deze token die tevoorschijn komt, die ga je gaan kopiëren. Let op, geef deze token aan niemand. Nadat deze video is uitgekomen, gaan jullie deze token ook niet meer kunnen gebruiken, want die gaat al veranderd zijn. Maar deze token moet je kopiëren. Je gaat terug naar je programmatieomgeving. En bij token ga je deze plakken en vergeet niet op te slaan. Staat hier een bolletje, heb je nog niet opgeslagen? Ctrl S. Of ik denk dat je zelfs. Uh... Kun je ook gewoon opslaan ergens klikken, het zal wel. Maar je kunt het dus dan zo opslaan en dan is je token er al in geplaatst. Maar, ons bot die heeft onze server hier nog niet gejoined. Dus we moeten deze ook eventjes gaan laten instellen, dat hij onze server van zoenen kan joinen. We gaan als volgende eerst eventjes hieronder kijken dat we deze de presence -pre intent en de server members intent eventjes aanduiden en save changes klikken. Let op, staat je bot op 100 of meer servers, dan is dit eigenlijk niet, no dan uh, moet je extra dingetjes instellen. Daar ga ik het niet over hebben, maar dat is namelijk dat. En we moeten de bot ook wat toegangen geven, dus we gaan naar OAUTH general en hier gaan we onderaan dit aanduiden naar in-app authorization, authorization bot application Commons. Dat duiden we een keertje aan. you <laughs> En in mijn geval ga ik eventjes de administrator aanduiden. Je kunt ook andere dingen apart allemaal aanduiden. Ik duid eventjes administrator aan. En ik klik op Save Changes. Dan gaan we naar de URL. De URL. <laughs> Generator. En hier gaan we ook eventjes nog iets doen. We moeten hier namelijk een dingetje aanduiden. Zoals bijvoorbeeld bot. Dat gaan we een keertje aanduiden. En dan kunnen we hier gewoon dat heel makkelijk kopiëren. Dus hup, dat gaan we gaan kopiëren. Of je klikt op Copy. En dan van boven ga je deze helemaal gaan plakken. Je klikt op Enter. Vervolgens duid je de server aan waar het is wil inkomen en we klikken op autoriseren ik ben een mens en dan daarna zou je bot moeten gejoined zijn we gaan een keertje bij Discord kijken en hier staat hij bot v14 underscore YouTube hij is een keertje gejoined maar hij heeft nog niks van de rollen van bot Dat moeten we straks mee opletten Dat we die ook in onze server rollen geven Zodat die alles mag doen Want het is een bot Dit kunnen we sluiten Dit hebben we ook allemaal niet meer nodig En dan uh, kunnen we een keertje verder gaan We zijn bij onze bot aangekomen En nu kunnen we in de index.js Eindelijk wat code gaan schrijven voor, als, voor onze bot tot leven te wekken Als eerste moeten we Discord binnenhalen Zodat we de pakketten van Discord hebben Om iets voor Discord te kunnen schrijven Dus ik ga als volgende doen ik maak hier een constante aan. Constante. Dan van die gekrulde haakjes open. Client, comma Gateway Intent Bits. En dat is gelijk aan Require. Haakje open, haakje dicht. Gelijk aan Discord. Yes. en dan vervolgens punt niet vergeten wat is dit ja heel eenvoudig we gaan de client de, de client gaan we binnenhalen van Discord en onze gateway intent bits dat zijn eigenlijk jouw intents die je wilt binnenhalen en let er goed mee op dit is veranderd ten opzichte van v13 naar nu v14 vroeger was het ik even kijken was het gewoon intents en dit is nu aangepast naar gateway intent bits en die intents hebben we zelfs nodig om onze servers te kunnen gaan ophalen zodat we weten welke server dat we zitten. Dus daarvoor hebben we die namelijk nodig. Dus ja, dat is dan wel eigenlijk een keertje binnengehaald. Vervolgens moet ik ook onze botconfig, die we daar juist hebben aangemaakt, binnenhalen. Zodat we token kunnen hebben. Dus dat doen we op de volgende manier: constante botconfig is gelijk aan require. Dan haak je op haakje dicht. Dan gaan we dubbele quotes gebruiken. Een punt slash botconfig.json en punt komma niet vergeten. Wat betekent dat? Een punt betekent: kijk in dezelfde map als de index staat en ga daar naar botconfig.json. Dat betekent die punt, punt eigenlijk heel eenvoudig. Nu moeten we onze bot gaan aanmelden aan Discord zodat hij aangemeld is. En dat doe je op een hele simpele manier. We gaan als eerste een client aanmaken met constante client. Let goed op dat het met een kleine c is. Is gelijk aan nieuw. Client met een hoofdletter c. Dat is namelijk die client van hierboven. Haak je open. Dan ook van die gekrulde haakjes. En hier doen we intens. punt vierkante haakjes, want hier kunnen we meerdere elementen aan meegeven van hierboven. En dat is namelijk die gateway intent bits. Die ga ik eventjes kopiëren voor het mij makkelijker te maken. Punt guilds met een hoofdletter G, want anders kunnen we niks van een server ophalen. Dus dat hebben we nodig voor informatie over servers te kunnen ophalen. En vervolgens, ja, je moet goed opletten trouwens, moet ik even bijzeggen. Andere soort van intents gaan meegeven sinds de update naar V14. En wat is nu die intents? Ik zal het heel kort eventjes aflezen. Dat is eigenlijk een, een zijn groepen van vooraf gedefinieerde websocket gebeurtenissen die de Discord.js-client zal ontvangen. Het zijn eigenlijk deeltjes die we kunnen gaan gebruiken voor de bot zelf. En, en niet meer dat we alles gaan gebruiken van Discord. Dus dat dient namelijk daarvoor. En natuurlijk de bot aanmelden, dat is heel eenvoudig met client.login en wat moeten we eigenlijk gaan aanmelden? Ja, heel eenvoudig onze token. Die moeten we gaan meegeven, want dat is namelijk onze botconfig.token. Want dat is onze bot met die token die we hebben aangemaakt op onze server. Voor wie je dat afvraagt wat die punt .token is, ja, heel eenvoudig. We hebben hier ooit token ingezet, dus dat is die punt .token. En voordat we, ja, nu dat we dit hebben gedaan, kunnen we eigenlijk ervoor gaan zorgen dat we in bijvoorbeeld een, in de console een berichtje sturen van hé, hey, de bot is klaar. Of opgestart, je zet er zelf in wat je eigenlijk zelf wilt. En hoe doen we, hoe doen we dat? Heel eenvoudig. Oh, we doen... Client.once. het moet maar één keer voorkomen. Wanneer moet het voorkomen? Wanneer hij opgestart is. Client. Once, haakje open, haakje dicht. Wanneer hij klaar is, ready, dan gaan we eigenlijk heel eenvoudig een nieuwe functie opstarten. Haakje open, haakje dicht. Ik ga hier een nieuwe functie opstarten met behulp van een lambda-expressie. Om moeilijke termen te gaan gebruiken. <laughs> en we gaan hier een console log zetten. En hier kun je bijvoorbeeld bijzetten: 'Tussen um, online.' Oh, natuurlijk wel. Tussen. Uh, Aanhalingstekens en de puntkomma niet vergeten. Als je eventueel de botnaam erbij wilt hebben, dan kan je het ook op een andere manier schrijven. Met van die speciale haakjes staan hieronder in de beschrijving. En dan kun je namelijk het dollarteken met gekrulde haakjes gebruiken. En dan kunnen we code erin zetten. Met client.user en dan vervolgens .username. En dan kunnen we erbij zetten, deze bot is online. Hoppa, klaar. En dit kunnen we al een keertje opstarten. Je gaat naar jouw map, je klikt daar rechtermuisknop open in Integrated Terminal. En dan kunnen we als volgende typen: dit kunnen we erbij zetten: node index.js En we klikken dan op enter. En dit gaat ervoor gaan zorgen dat de bot opstart met Bot V14 YouTube is online. We gaan naar Discord en inderdaad, daar staat hij: Bot V14 YouTube is online. Maar hij heeft nog niet al rechten. Dus ik ga eventjes rechtermuisknop rollen. En ik ga deze de rol bot geven. Jens, wat heeft deze rol van bot? Heel eenvoudig, ga naar je server. Daar kunnen we heel eenvoudig even kijken naar serverinstellingen. Bij de rollen. Kun je een rol aanmaken, een nieuwe rol, en de robot in mijn geval, wat heeft hij van machtigingen? Zo goed als alles. Hij heeft bijna alle machtigingen, ik ga dat eventjes een beetje doorscrollen, dat zijn de machtigingen dat hij allemaal heeft. En dit kun je ook aan jouw bot geven, zodat je zodat bot kan verbinden, dat hij teksten kan gaan sturen, dingen kan aanpassen, dat je, dat er je bot dat allemaal kan, dus geeft hij eventjes je rechten. En hop, dat is klaar. Maar we zitten wel met een nadeel. Iedere keer als we iets aanpassen en we slaan dat op, ja, dan moeten we iedere keer de bot stoppen, node-index.js typen, en dat is vrij vervelend. Maar dat kan je nog automatiseren, en dat gaan we ook een keertje gaan doen. En hoe doen we dat? Op een vrij eenvoudige manier. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om dit te automatiseren. Daarvoor ga ik NodeMon gaan gebruiken. En dat installeren op de volgende manier. Hier in je terminal typ je npm. I van install afgekoord, streepje g van globaal op je computer, Noitmon. Ik probeer het hieronder te zetten, anders moet je het dementjes overtypen. En je klikt vervolgens op Enter. En dit gaat Noitmon gaan installeren op een vrij snel tempo, zoals je kunt zien. Maar dit gaat nog niet direct gaan werken, want Noitmon moet weten wat hij moet opstarten. Dus in je package.json klik je dubbelklik. En hier ga je scripts te zien krijgen. Bij scripts ga je gewoon een entertje zetten. Dubbele quotes. Hier gaan we als volgende bijzetten. Start. Als ik hieronder een npm start type, wat moet die dan gaan uitvoeren? Heel eenvoudig. Dubbel punt. Wat mag je gaan uitvoeren? Je moet noodmon gaan uitvoeren. Dus noodmon moet je gaan uitvoeren met hier een komma. En je slaat dat op met Ctrl-S. En als je dat hebt gedaan en we typen npm start. Dan weet hij automatisch van, ah oké, okay, meer moet gaan opstarten. En die start jouw bot op. En als je hier nu telkens een wijziging doet en opslaat, ga je zien dat je bot automatisch gaat herstarten. En dat jij dat al niet meer hoeft te doen. En dan staat je bot online. Zo heb je op een redelijk snelle manier jouw eerste nieuwe volledige V14 bot al gemaakt. Maar er staan nog geen commandos in. Je kunt er nog niks mee. Dat ga ik jullie al in de volgende video uitleggen met een slash comment handler. Zodat je slash commandos direct kunt gaan gebruiken in jouw V14-discobot. Maar dat is voor de volgende video. Dus ja, we zijn op het einde gekomen. Wil je meer info, kijk dan mijn oude series terug. Daar leg ik alles in details uit. En dan kun je daar een keertje naar kijken. Maar we zijn op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit fijn vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, abonneer-knopje. En vergeet zeker en vast niet dat belletje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en tot de volgende keer. Doei!